Welkom op deze buitengewoon zonnige zaterdag. Het is hoogzomer in Nederland in het algemeen en in Dordrecht in het bijzonder. Gelukkig heeft het dinsdagmiddag en woensdagmiddag en avond flink geregend. Dat betekent dat mijn tuin, die zo langzamerhand een beetje woestijnachtige trekken begon te vertonen, dat die weer helemaal opgeleefd is, de regenton weer behoorlijk gevuld is. Dus dat we het weekend wat warm gaat worden, nog warmer dan vandaag, met optimisme tegemoet zien. Eigenlijk zou ik op dit moment nu bij RTV Dordrecht, bij het radioprogramma Studio De Wit, een gedicht voordragen. Als dichter van dienst. Dat is de aardigheidje van het programma. Elke week hebben ze een dichter van dienst. Dat is meestal een poëet uit Dordrecht of nabije omstreken. En die leest, hij of zij leest dan een gedicht voor. Maar dat ging niet door, want er waren technische problemen waardoor de uitzending niet door kon gaan. En dat is het beroerde bij RTV Dordrecht. Daar zitten mensen die daar het voor het zeggen hebben. Die hebben alles over voor de televisie en die interesseert de radio eigenlijk maar bitter weinig. En het materiaal wat ze daar dus hebben, dat stamt zo'n beetje van net na de 80-jarige oorlog. En daar zijn dus regelmatig technische problemen. En ik weet niet hoe dat allemaal zit, maar de gemeente geeft natuurlijk een zakje geld aan die lokale omroep. En de gemeente zou dat zakje geld dus ook kunnen inzetten als drukmiddel om dat beleid eens een beetje te verbeteren. Maar goed, ik ga daar verder niet over. Ik vind het alleen maar heel erg jammer voor degene die dat, de mensen die dat programma verder maken. Nou, verder heb ik, moet ik een bekentenis doen. Ik heb de laatste weken, sinds ik terug ben uit Griekenland, dat is alweer een week of drie, heb ik nog geen boekenpraatje gemaakt. Ik heb talloze boeken gelezen. En ik zou zo 3-4 boekenpraatjes achter elkaar kunnen opnemen. Maar ik heb het erg druk met andere dingen. Met archiefonderzoek. En wat me eigenlijk het meest weer houdt op dit moment, ik ga die boekenprijs uiteraard weer doen, want ik vind het hartstikke leuk. Maar die moet ik boven opnemen. En ik heb een plat dak, wat niet is geïsoleerd, want dit huis is van 1914. Dakisolatie staat wel op de nominatie. Maar dat moet nog, daar moeten de offertes nog voor gevraagd worden. Gaat dit jaar wel gebeuren. Maar dat betekent dat de temperatuur daarboven nu zo dik rond de 35 graden ligt. En ik kon vroeger erg goed tegen de warmte. Wij hadden toen ik samen met Stella nog een huis had in Griekenland, hebben we daar ook nooit airco in geplaatst. Ook niet als het in Thessaloniki wel eens 44 graden was. Wij deden dat wel met een anemisterie, heet dat in het Griekenland. Een ventilator. Maar om daar nou in die hitte toch, hè, ik ben op licht gevorderde leeftijd geraakt, dan kan je toch minder, ietsje minder goed tegen dat soort dingen. Het is geen klagen, maar het is gewoon een constatering van een feit. En dan ga ik niet daar een half uur zitten tobben in de hitte en dat zo langzamerhand alles ervan afdruipt. Dus dat stellen we even uit. Kijk, hier in de kamer opnemen, beneden in het huis, is lekker koel. Ik heb geen direct zonlicht in de kamer. Ik heb een gedeeltelijk dubbele beglazing, maar dat is weer een ander verhaal. Ik heb een balkon waardoor de zon indirect in de kamer komt. En dat betekent dat het hier binnen altijd een aantal graden koeler is dan buiten op warme dagen. En dan is een beetje werken en een beetje opnemen is wel te doen. Waarom neem je dan dat boekenpraatje hier niet op, zullen jullie zeggen? Nou, dat heeft te maken met het decor. Ik wil daar een zekere eenheid in. He, ik wil, als ik nou zo'n praatjes hier houd, dan kan ik net zo goed, dan kan ik hier op de bank gaan zitten of op het bank. Nou ja, als ik op de veranda ga zitten, dan hoor je het verkeer langs razen. Dat is ook niet erg, dat is een beetje storend. Maar ik bedoel, dit soort praatjes, ja god, wat maakt het uit waar ik zit. Maar dat boekenpraatje wil ik toch een soort eenheid, zeker het decor moet altijd een beetje hetzelfde zijn. Dus dat stellen we gewoon nog eventjes uit. Het komt wel wat in het vat zit. Verzuurt niet. Jongens en meisjes, verzuurt met een D.
Ja, dat weten ze tegenwoordig. Nou, dat is gelul. Tacitus klaagde ook al. En die leefde heel wat jaren geleden over de jeugd. Die lui was en niet meer wilde studeren, geloof ik. En niks wist en zo. Maar ik vind dat wel eens een onterecht verwijt. Hè? Ja, die jongelui, ze lezen niet meer. Ik weet niet of dat waar is. Ik heb twee buurkinderen, die lezen zich te pletter. Zitten allebei op het VWO. En als ik minstens wat van mijn boeken af moet, dan hebben zij eerst de keus. Maar het is wel zo, ik ben nu op mijn leeftijd, heb ik toch, laat maar zeggen, wanneer heb ik lezen geleerd? Ik was 6. Dus dan heb ik toch zo ongeveer al ruim meer dan 60 jaar leeservaring. Ja, iemand van 14, 15 heeft dat iets minder. En dan is het wel eens onterecht om te zeggen, ze weten niks of zo, weet je wel. Overigens ben ik een groot voorstander van lezen. Niet alleen bij de jeugd. Ook mensen van mijn leeftijd zouden dat best meer mogen doen. Want dat is een enorme stimulans voor je algemene ontwikkeling. Hoe meer je leest, hoe meer je weet. He? En het is ook heel goed voor je taalgebruik. Enfin, ik zit hier natuurlijk nu als schoolmeester te preken. Maar ja, ik vind lezen ook gewoon erg leuk. Iets anders wat ik ook leuk vind is mij verdiepen in kunst. In allerlei vormen, maar vooral in de laatste tijd heb ik mij weer druk bezig gehouden met schilderkunst. En in dat kader ben ik gisteren ook meegeweest met een hele goede vriendin van mij. Die is afgestudeerd aan de kunstacademie in Arendonk. Lee heet ze, Lee Holshuizen. Die naam, daar gaan we nog veel van horen, hoop ik. Denk ik, weet ik eigenlijk wel zeker. En er was gisteren in Arendonk aan de academie dus de afstudeertentoonstelling. En daar zijn we vanuit Dordrecht heen gereden. Ik ben vaak in België, maar altijd in de kant van Brugge op West-Vlaanderen en zo, weet je wel. En ik kom heel zelden de kant van, dat is nog wel provincie Antwerpen, maar zeg maar Turnhout, Arendonk, dat soort plaatsen, daar kom ik zelden of nooit. En het viel mij op dat die streek zo mooi is. We hebben zoveel mogelijk de Rijkswegen vermeden en zo over de binnenwegen gereden. Het is echt heel mooi. En die tentoonstelling vond ik ook erg leuk. Ik ben erg onder de indruk van het werk van Lee. En prachtig, kleurrijk, vindingrijk, gedreven. Van die schilderijen waar je bij wijze van spreken in kan kruipen. Maar goed, ik vond het ook heel interessant om andere resultaten van andere net afgestudeerde kunstenaars te zien. Ja, en dan zal de tijd leren hoe dat die mensen zich in de wereld van de beeldende kunst gaan ontwikkelen. Ik heb het altijd een beetje jammer gevonden dat ik weinig met mijn eigen tekentalent heb gedaan. Dat is niet zo heel erg groot. Maar ik heb wel, toen ik op de Pedagogische Academie zat, in een grijs verleden, zeer inspirerend les gehad van kunstenaar, schilder en ook pantomiemspeler. Enfin, een soort duizendpoot Lutenbos. En dat was echt een buitengewoon inspirerende tekenleraar. En die heeft mij toch wel op een zeker niveau weten te brengen. Ik denk niet dat ik een groot kunstenaar zou zijn geworden. Maar ik zou het leuk vinden om nog eens een keer zo voor mezelf in zo'n landschapje te schilderen of te tekenen of te doen. Maar ja, daar heb ik absoluut geen tijd voor. Dus daarom hou ik mij maar bezig met de schrijfkunst. Ik heb de laatste weken wel weer een aantal gedichten geschreven. Ik was ook heel blij met een hele mooie bespreking van mijn laatste dagboekdeel, Verder van Huis, door Mario Molengraaf in het Griekenland magazine. Dus ik hou me maar bij de literatuur en bij de studie der geschiedenis. Ik ben geen renaissance mens, een homo universalis die zich met allerlei vormen van kunst en wetenschap op vruchtbare wijze bezighield. Nee, dus het tekenen is voor mij voorbij. Net als het gitaarspelen. Ik heb vroeger, toen we 14, 15 waren, speelde ik in een bandje. Ik heb dat een paar jaar volgehouden. Op een gegeven moment ben ik gaan studeren en van lieverlee komt het er dan niet van. En ik constateerde nog niet zo lang geleden dat ik nog steeds wel een gitaar in huis heb. En nog steeds een set verse snaren. Maar dat ik al 40 jaar geen gitaar heb aangeraakt. Ja. Je kunt beter de talenten die je wel hebt, uitgesproken hebt,
En ik denk dat dat voor mij meer ligt toch wel op het gebied van het schrijven. Dan kun je beter die een beetje op een goede wijze uitbuiten, zal ik maar zeggen. Met een beetje een rare uitdrukking. Maar dan dat je allerlei dingen waarvan je minder getalenteerd bent, dat je dat dan maar een beetje aan zit te krukken. Ook al is het soms wel leuk. Nou, het was dus gisteren Arendonk. Mooie rit terug. Erg aardige, leuke mensen ontmoet ook. En toen reden we terug. En dan blijkt dus dat de Haringvlietbruggen gerepareerd moeten worden. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar die zijn afgesloten. De Haringvlietbrug, ik geloof dat het er één is. Ik kom daar nooit, maar dat betekent dat heel veel verkeer van en naar Rotterdam allemaal via de Moerdijkbrug moest. Dat betekent dat we op de terugweg 50 minuten in de file hebben gestaan. En dat was met die hitte wel een beetje vervelend. Maar ja, het is niet anders. Na een leuke dag, een beetje een moeizame terugrit. Daarna ben ik nog even naar Visser gegaan. Maar dan nog een uurtje of wat gezellig zitten borrelen met de andere stamgasten. Het was heel gezellig op het terras. Dat die hele omgeving, Visbrug, Voorstraat, het Groenmarkt, Scheffersplein in Dordrecht. Dat begint toch een beetje op een klein beetje Parijs in het klein te lijken. De stad wordt wat dat betreft veel leuker. Ik herinner me nog dat het Scheffersplein tijdens de voor- en tijdens de stadssanering een soort een parkeerterrein was. Het was echt afschuwelijk, maar nu is dat ontzettend gezellig. Dus ik zou iedereen willen aanraden, als je nou dit weekend helemaal niks te doen hebt, kom dan gezellig naar Dordt. Maar beter is het om op zondag 2 juli te komen. Want dan is er Boekenmarkt. En als het dan ook zulk weer is, nou dan mogen een paar graadjes af. Maar dan is het natuurlijk heerlijk zwerven door de stad. En dan haal je er misschien ook nog een heel leuk boek om te lezen aan over. Nou, ik laat het hierbij. Het wordt langzamerhand ook in de koele kamer iets minder koel. Dus ik ga maar eens een verkwikkend stortbad nemen. En ik wens jullie een prettig weekend. En wie weet tot 2 juli in het centrum van Dordrecht. Tot ziens.